Dat is de Graza, Christopher da Graza. Hij begon jong jochie bij Hekken. Ging toen naar Arsenal, de jeugdopleiding. Groot en sterk is hij. U zag de namen door de beeld gaan bij VVV. Met Kiesbaum. Met een compleet verder nieuwe achterhoede. Met Dekker, Gelmi, da Graza en Guara. Bij Willem II van der Heijden centraal achterin. En is doelman Brondeel de vervanger van Ruiter. Die niet geheel en al fit is. Voorin Pavlidis, Vriend en Nunnely. En op middenveld keren Saklam en Sadiki terug. Dat betekent nu wel een goede kans, uiteindelijk. En die bal wordt nog wel tegengehouden. En in tweede instantie en in derde instantie ook nog. Dat is toch wel een klein wondertje dat VVV hier niet op achterstand komt. Via dit schot gaat het dan helemaal niet lukken. De laatste man was Saklam. Vriet, geen buitenspel. Dat mag Nunnely. En daar komt hij net even achter Vriet. En ook niet lekker geraakt. Door Tresor. Daar. Eén handje. Brondeel. Hij is voorruiter. Jorm Brondeel. Maar het is niet zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Het is al vijf keer eerder gespeeld. Van Kooi. Nou, dat levert VVV een goede kans op. En in tweede instantie kan Jansen nog schieten. Van de doellijn gehaald. Over de Graza heen en dan half gekopt door Jaco Magis. Dat lijkt me buitenspel. Holmen dan met de vuurpijl. Ja, het is inderdaad buitenspel. Dus stopt het hier voor VVV. Dat na Willem II, een paar minuten geleden, nu zelf ook de eerste echt goede kans heeft geconsumeerd. Die komt van de debutant da Graza. Keun. Echt een vrijtrap mee. Binnengewerkt. Ja, die was niet te missen voor jou, Harry van Meijden. Uiteindelijk. Hij is het die Willem II binnen het kwartier dan op voorsprong zet. Ja. Al eerder een grote kans voor Willem II. Dat kon allemaal nog met kunst en vliegwerk worden gered. Post haalt hem dan nog weg en dan komt hij hier. Voor de voeten van Jan-Arie van der Heijden. Een reuze opsteken van Willem II. En daarmee dus een reuze domper. Voor VVV. Holmen. Creëert daarmee ook wat ruimte voor Heerkens in dit geval, die de tijd heeft om de bal voor te geven. En dat leidt toch niet helemaal aardige kopbal van Pavlidis. Een beetje afstand. Goed opgezette aanval van Willem II. Hier komt nu VVV aardig uit met Van Krooi. Giacomakis uiteraard voorin. Hier is John, die heeft gekeken. Keun ligt dan op de grond. Jaco Makers kan niet bij deze voorzet. Wel het duimpje omhoog. Hier hebben we elkaar gezien, maar niet gevonden. Maar nu wellicht de kans op 0-2. Die moet je eigenlijk wel maken. Die moet je eigenlijk wel maken. Te veel tijd nodig. Op het moment dat hij uithaalt, Vriet, krijgt hij wellicht nog een duwtje. Dit had de 0-2 moeten zijn.
goede combinatie hoor, tussen die twee, Pavlidis en Vriet. Maar op het moment dat Vriet schiet, is daar de schouder van da Graça. Keun. Het is een aardig balletje. Die is daar wel raak. Ja, die is ook eigenlijk nauwelijks. Maar het is buitenspel. Dan gaat het dus niet door. Siebert heeft gezien. Als Keun de bal geeft, dan lijkt het erop dat het inderdaad de juiste constatering is. Willem II moet nu toch wat meer verdedigen na de fase waarin ze meer dan één doelpunt hadden kunnen maken. Ingreep Post. Giacomakis. Ik zal de bal even controleren. Jansen. Dat ziet er al belangrijk uit voor VVV. John. John gaat zelf. En dat is niet een aardige poging. Brondel is die bal bijna kwijt. En krijgt daarna uiteraard bezoek van Giacomakis. Doelman blijft staan. Wordt dit dan toch uiteindelijk de tweede treffer van Willem II? Nee. Wat slordig. En wat gaat Willem II toch slordig om met die mogelijkheden? Nunnally, hier. Dit is allemaal nog goed. Maar waarom zo onbeheerst wild zelf uithalen? Ole Romani gehaald van NEC, die de kans krijgt om het beter te doen dan Nunnally deed. Hikkes. Jansen te laat. Vrije trap voor Willem II. Als het mag, en het mag nu. Keun gaat het doen. Guara krijgt hem terug van Crooy. Dat levert wellicht de kans op. Waar je de hele tijd naartoe gebot. Ja, als je zo weinig te doen krijgt, keerbaan, dan is zelfs zo'n koude kroket nog even te heten. Er zal het moment zijn waarop Arjan Swinkels komt. Onder andere houdt Willem II. En hij is echt wel een linkspoot. Had kunnen scoren, Christopher da Graça in de 14e minuut. De bedoeling was daartussen, Giacomakis. Heek is op tijd terug. Romani. Tresor. Tresor doorgelopen. Ja, Sadik. Romani. Romani probeerde daar Kirschbaum te verrassen. Schot was er niet hard genoeg voor, maar het was de eerste poging van Willem II die er een beetje toe doet in de tweede helft. Eens kijken of het lukt voor VVV met nu Arias erbij. Dat is Hens. Ja, bal tegen de arm aan van Keun. En ja, dan kunnen de verhalen opgehangen worden. Hij houdt de arm op een natuurlijke plaats, lijkt mij. Hier komt de voorzet van John. Ja. Zeg maar wat van. Naarmate dat langer duurt, zitten we eerst minuten te kijken en dan mag de scheids gaan kijken. Jongens,
Daar is de VAR niet voor bedoeld. Geeft die man advies. Ja, ik kijk hem zuchtig Kamphuis. Die valt ook niet mee, maar... Hij geeft een penalty. Ja, hij geeft een penalty. Dan krijgt VVV wel op een wat sneuwe manier voor Willem II. Maar het krijgt toch wel wat er toekomt. Wat het in de tweede helft al de hele tijd naar op zoek is. Het heeft geen grote kansen gecreëerd, maar Willem II al helemaal niks. En Giacomakis. Goed voor 10 doelpunten in de competitie. Giacomakis. En hij blijft heel rustig. Brondeel gaat uiteindelijk dan toch naar een hoek. En dan schiet hij hem door het midden. VVV op gelijke hoogte. Ik wil zeggen, net lang genoeg gewacht door Vriet om die bal weer door te geven. Maar zo was het niet. Arias die heeft gekeken of de doelman staat te ver voor zijn doel. Leuk bedacht. De uitvoering was niet goed genoeg. Bovendien was Brondeel ook wel snel. Meshesh. Giacomakis. Giacomakis die hem nog even lekker aanneemt. En die hem ook nog even binnenschuift. Is die man goud waard? Is die man goud waard? Dan krijgt Willem II het deksel op de neus. Is VVV zeer effectief als het gaat om het benutten van kansen. Giacomakis. Een dik uur gefrustreerd rondgelopen. En dan maakt hij er gewoon 2. En is het VVV 2. Willem 2-1. Maar, daar is nog bijna de gelijkmaker. Van Romani. En Kirschbaum voorkomt dat. En geen vervolg meer. Kirschbaum wordt daarmee ook tot held verklaard. Samen met Giacomakis en vallen elkaar in de armen. Dat is allemaal te begrijpen. Want daar leek het toch nog even niet winst te worden voor VVV. Want kijk, hier Romani die de bal in de verre hoek komt, maar net niet ver genoeg om Kirschbaum te verrassen. Want Kirschbaum met zijn beste daad van de wedstrijd tikt de bal hier uit het doel. En daardoor geen punt voor Willem II.